Het is een particuliere stichting, Vrede. Ja, het is Stichting Surinaams Museum. Opgericht in 1947. En we bestaan dus al een aantal jaartjes. Maar het heeft eerst in Fortsolandia gezeten, maar door de problemen is het daar... Nee. Het is eigenlijk begonnen dus als een particuliere stichting. Ja? In 1954 met de eerste permanente collectie. Ja. Tentoonstelling. En dat was dus hier in dit gebouw aan de Kommewijnenstraat. In 1972, toen zijn we dus naar Fortsolandia gegaan, althans een deel van de collectie. Ja. Dit is dus altijd gebleven. Hier, het depot hier. Is hier gebleven? Voor een deel het depot en voor een deel de natuurhistorische collectie. En de cultuurhistorische collectie is in 1972 naar Fortsolandia gegaan, waar het tot 82 heeft gestaan. En na 82... 82 de militairen eruit gedaan. Het is verhuisd, laten we het... Nou, het is niet zo voorzichtig te zijn, het is gewoon moest weg. Nee. Ja, dus toen, met name dus na de koepoging in maart 82, toen bleek dus blijkbaar dat het fort toch nog een zekere militaire functie had. Okay. En bescherming kon bieden. Toen hebben ze dus gezegd, Surinaams Museum eruit. En toen is dus de hele collectie hier naartoe gekomen. Ja, toen zat er. Nou moet ik even de cameraman, die moet een beetje hierheen. Ja. Zo, moet je daarheen. Want... Ja, ik kom binnen, ik zie een skelet staan. Ja, nou dat zijn dus delen van de collectie, hè. Ja, wat is dit voor een skelet? Weet je er iets van? Nee, over dit skelet zou ik niet zoveel kunnen vertellen. Het is een deel van de collectie. Een van de problemen waarmee we geconfronteerd worden is het feit dat dus in de loop der jaren heel wat materiaal hier naartoe gebracht is, maar dat het niet goed beschreven is. Er zijn vele volkeren in Suriname. Ja. En je hebt het per volk een beetje opgerubriceerd, hè? Ja, dat heeft voor een deel te maken gewoon met de overzichtelijkheid van de collectie. Want dit is Javaans? Ja, dus hier op de vloer, tenminste voor een deel is het Javaans. Tegen de muur zie je een aantal pagaaien van de verschillende Bosnegergemeenschappen. En dan komt hier... Dit is iets leuks. Dit is een... Je zou het niet... willen zeggen, maar dit is een suikerrietpers. Dat zou ik er niet uithalen, nee. Wat ze dus, en dit is zowel Bosneger als Indiaans hoor. Dus men zet een stuk hout hier, suikerriet komt hierop en dan drukt men het en dan zijpelt, zal ik maar zeggen, de sap zo naar beneden. Dit is nog altijd Bosneger. En dan hier? Zijn de Bosneger spullen, de kalabassen zijn ook Bosnegers, deze kammetjes. En, ik zal even een kalabas pakken, want dan weet ik waarover je het hebt. Dit is een kalabas, hè? Ja, en dan kan je dus letten op de versiering. De versiering is het belangrijkst. Aan de buitenkant, maar natuurlijk kalabassen met versieringen aan de binnenkant. Zal ik even kijken? Nee. Ja, dat is een kalabas met de binnenkant. Ja, en waar werd een kalabas om te drinken, zo? Te drinken, ja. Om water uit de rivier te halen, om te baden. Heb je nou een grote wens? Zouden wij iets kunnen doen voor je in Nederland? Ja, geld geven, die ken ik. Maar, zeg je nou van... Nou, dat zouden jullie nou echt voor ons kunnen doen. Want het is zoveel gelazer geweest. En, ik bedoel, en we zijn zo nauw verbonden, Nederland en Suriname. Nou, ik denk dus sowieso dat wij een collectie hier hebben. Een collectie interessant voor Nederland. Hè? Ja. Omdat het, hoe je het ook draait of keert, een deel van de Nederlandse geschiedenis is. Hè? Helaas niks aan te doen. Ja. Ze hebben wat boeken klaar voor ons klaargelegd, die mevrouw. Ja.
Want jullie, er is geen echte nationale bibliotheek nog in Suriname, hè? Nee, je hebt dus een aantal belangrijke bibliotheken uiteraard. Van de universiteit bijvoorbeeld. Van CCS, dat is het Cultureel Centrum Suriname. Dat is echt een leesbibliotheek, hè? Openbare bibliotheek. Ja, als... En onderwijs en ja. De onderwijsbibliotheek speciaal voor scholen. Nou, het Surinaams Museum heeft ook een bibliotheek, maar het is een gespecialiseerde bibliotheek. Over Suriname alleen maar. Ja, we proberen zoveel mogelijk over Suriname te verzamelen. En de afgelopen jaren hebben we het een klein beetje verbreed naar Suriname in de Caribische context. Ah, ja. He, dus je hebt wat meer materiaal de afgelopen jaren gehad over het Caribisch land. Dat vind ik ook zo raar. Jullie noemen jezelf een Caribisch land. Ja, ja. Jullie zijn toch een Zuid-Amerikaans land? Ja, dat is dus een hele discussie. Strikt geografisch zijn we Zuid-Amerikaans land. Ja, want ze zijn op het continent. Ja. Aan de andere kant let men dus ook op historie, economie, de bevolking enzovoorts. En dan zijn we dus veel meer een Caribisch land dan een Zuid-Amerikaans land. Dus in dat opzicht zijn we dus eigenlijk Caribisch en niet zozeer Zuid-Amerikaans. Ja. De zootomische, zoologische afdeling van de universiteit? Zoologische afdeling van de Universiteit Suriname. En u en meneer? Oudboot. En waarom ben ik nou hier? Omdat ik dacht, er is een prachtig natuurhistorisch museum in Paramaribo. Maar dat is er dus niet meer. Nee. Een deel van de collectie is hierheen gebracht. Of is alles hierheen gebracht? Alles is in feite hier naartoe gegaan, wat wij wilden hebben. Ja. En toen zei ik net tegen u, laat u even een paar dieren zien, zei ik heel simpel. Die uitgestorven zijn of bijna uitgestorven. En toen zei u, maakt u een wonderlijke opmerking. Nou, volgens mij zijn er in Suriname op dit moment nog geen dieren die echt bedreigd zijn. Maar dat is uniek? Dat is vrij uniek. Het is wel een situatie die natuurlijk snel kan veranderen als er bepaalde dingen gebeuren. En de verklaring is denk ik dan weinig mensen, weinig bedreiging? Ik denk dat de hoofdverklaring is. Plus een bevolking die voor een ontwikkelingsland toch een vrij hoog opleidingsniveau heeft. Dus ze zijn goed voor dieren, ze gaan die dieren uitroeien. Over het algemeen. Naarmate het economisch slechter gaat, wordt de kans op schade die wordt aangebracht groter. Mag ik u wat persoonlijks vragen? U bent zo te zien Nederlander. Ik ben Nederlander. Nou, ook een blanke Nederlander bedoel ik. Waarom bent u hier gaan werken? Nou, in Suriname is nog ontzettend veel te doen. Ja. In Nederland zit je in de winter grotendeels stil. Vanwege de weersomstandigheden. Ja. Het meeste leven is dan niet actief. Plus dat de vraagstellingen waaraan je in Nederland kan werken zijn altijd maar hele kleine stukjes. Ja. Terwijl er hier nog een heleboel hele intrigerende vraagstellingen zijn. Zijn er nog vlinders bijvoorbeeld? Worden er nog nieuwe vlinders ontdekt hier? Die kunnen makkelijk ontdekt worden, maar we hebben momenteel niemand die aan vlinders werkt. Maar weet u een mooie doos wat u zegt, nou dat zijn prachtige... Blauw doen het altijd goed. Ja, hè? Ik moet even zoeken. Dan. Ja, nou maar zoek u rustig. Iemand anders is van de vlinderafdeling. Is van de vlinderafdeling, die is niet aanwezig. Nee, maar met u komen we er best uit, zie ik. Ah, kijk. Ja. Dit zijn spectaculaire vlinders, hè. Ja. Een beetje kantelenbouwd, ik heb het zo? Nee. Morfo's. Ja, morfo's, hè. Ja, ik zie het, ja. Dit is ook de meest verkochte vlinders, hè. De blauwe morfo's, ja. Ja. Maar hoe is de staat nu van deze doos? Dit is niet helemaal goed zo te zien. Dat op elkaar gestapeld. Nee, wij hebben dus een ernstig tekort aan insectendozen. En we hebben bijvoorbeeld tekort aan kasten. Maar in insecten, ik denk dat het simpelste is hout en dozen laten maken. Ja, misschien ben ik een beetje dom en begrijp ik ontwikkelingslanden niet. Nee, hout is een groot probleem in Suriname. We hebben hier een enorm bos staan. Ja. Maar de maatschappijen die dit soort materiaal moeten leveren, ja, die kunnen het niet leveren.
Voornamelijk dingen als multiplex, waar lijm aan te pas komt. En dat mag niet, hè? Nou, die lijm, daar hebben ze dan een tekort aan zo nu en dan. Daarbij komt de situatie in het binnenland, waardoor ze niet zo makkelijk hout een tijd lang daar konden halen. Door het Jungle Commando. Ja, Jungle Commando en Tucayana's. Oh, dit waren de Indianen die in opstand zijn gekomen, ja. Maar is het niet ontmoedigend dan om hier te werken, als je nog ineens doosjes kan krijgen voor je vlinders? Het kan ontmoedigend zijn, het kan ook een uitdaging zijn. Maar u trekt zich dat niet meer aan? Ik trek me dat soms natuurlijk, kom je wel eens voor dingen waarbij je denkt van nou... dat zou anders moeten, maar zo nu en dan is het ook een uitdaging om een beetje te improviseren en dan toch met de middelen die je hebt er iets van te maken. Dit is dus een vis en die was onbekend voor Suriname tot zeer onlangs. Dat klopt, die is waar kende je hem dan wel uit, het welk land? Nou, hij zou zelfs nieuw voor de wetenschap kunnen zijn, maar ik denk dat hij in Brazilië wel bekend is. Want in Brazilië komen van dit geslacht komen drie soorten voor. En ik heb het materiaal nog niet kunnen bekijken uit Brazilië, daar heb ik de kans nog niet voor. Hij zou dus nieuw kunnen zijn? Hij zou nieuw kunnen zijn, maar hij is in ieder geval nieuw voor Suriname. Suriname kent alleen een soort waarbij er een wit-zwart tekening recht zo zit. Waar niet die kronkellijnen zo over. Heb je hem zelf opgevist? We hebben visnetten gezet in de buurt van het kamp. Dat laten we dan meestal door Indianen doen die ons helpen. Bij maar je zag hem voor het eerst. Raak je dan in staat van totale bezetenheid, hysterie? Nou, op het moment dat je zoiets bovenhoudt, herken je het meestal nog niet onmiddellijk als nieuw. Pas als je in het lab bent en je gaat de literatuur naslaan, dan kom je erachter. We hebben hier in zitten pulken? Nee. Open zitten maken? Nee. Alles dat zit er nog in? Alles zit er in. Wat is er bijzonder aan de pompom als ornitholoog? Ja, ik weet niet of er zoveel bijzonders aan is. Ik ben geen ornitholoog. Nee, maar ik ben een totaal amateur, dus jij weet altijd meer dan ik. Ze maken nesten in kolonies. En dat zijn van die nesten die je zo ziet hangen, van die lange nesten. En deze komt echt, die vind je niet bij de stad, die vind je echt diep in het oerwoud. Nee, die kan al vrij dicht bij de stad. Niet in de stad, maar kan vrij dicht bij de stad al voorkomen. Want ik denk dat grote roofdieren, die komen alleen het oerwoud voor. Maar jij vertelde me ook dat ze hier vlakbij ook. Nou, dus die jaguar was 1945. Maar toen dus liep er een jaguar nog hier in de buurt. Achter cultuurtuin. In Paramaribo dus. Ja. Ja, even buiten Paramaribo. Ja. En de jaguar nu is teruggetrokken in het oerwoud. Nou, het oerwoud is, men heeft vaak een verkeerde indruk daarvan. Want op het strand van Matapica en van Galibi lopen ook jaguars. Men weet dat daar de schildpadden vaak door jaguars worden gedood. Wat is het? In het regencentrum. Is het een soort groene slang? Wat hebben jullie? Wat is dit? Een slang. Waar hebben die gevonden? In het computercentrum. Oh jee. Was hij agressief? Hij was een klein beetje agressief, maar. Oh ja. Ik weet niet wat hij wel bijten? Ja. Hij zat in de computer? Nee, hij zat niet in de computer. Hij zat op het. Een paar weken geleden hadden we ook eentje. Ja? Eén. Ja. En dan zeker, daar had het gaan. Ja. Niet eens gezien. Jullie hebben hem al eerder gezien dus? Nee, we hadden al eerder eentje gezien. Dit is de tweede dus die binnengekomen is. Maar jullie kennen hem ook niet, je hebt hem nooit eerder gezien. Nee. Maar jullie wonen hier dus. Hij heeft een gemeen tongetje. Het is een vrij bekend beest. Het is ongevaarlijk. Ja? Hij is wel ongevaarlijk. Ja, anders zou ik hem niet zo pakken. Ja, ik weet niet. En wat doe je nou? Vermoorden en in de... We gaan eerst kijken of het iets is wat we vrijwel nog niet hebben. Ja. Als we het vrijwel nog niet hebben, dan wordt die doodgemaakt en geconserveerd. En als het iets is waarvan we al veel exemplaren hebben, dan wordt die losgelaten. Oh.
zijn op weg naar Fort Nieuw Amsterdam. En dat ligt een end buiten Paramaribo op de kruising van de Suriname rivier en de Kommerwijn rivier. En dat is een fort uit de 17e eeuw of zoiets. En dat fort zijn ze al vanaf de jaren 50 aan het restaureren. En het is een keer plechtig geopend door de toenmalige premier Jopie Pengel, nog ver voor de onafhankelijkheid. En daarna was er geen geld meer. Het is gedeeltelijk betaald door de Suralco, de aluminiumonderneming hier, en door een bank en door nog een levensmiddelen. Maar het gaat steeds weer mis. En we worden nou heen gebracht en er werd ons verteld dat het weer onder reconstructie was. Want er schijnt weinig belangstelling voor te zijn. We zijn net bij die uitspanning geweest. En het was vroeger een van de meest populaire plekken als je uit Paramaribo wilde om je te ontspannen. Ja, het is nou een beetje ingestort. Dus voor ons is het ook maar afwachten wat er nog weer overeind staat of wat er is gerestaureerd van het fort wat nu een museum is. Het fort is voor het laatst gebruikt in 1907. En toen was het overal vrede. In de Eerste Wereldoorlog is het niet meer gebruikt. In de Tweede Wereldoorlog heeft men er even een paar kanonnen opgezet, omdat er hier Duitse duikboten rondspookten. Ik vraag, nou praat je takkie-takkie en dan zeg jij dat mag je niet zo noemen. Hoe moet ik takkie-takkie dan noemen? Serdang of Surinaams. Nou, takkie-takkie is denigerend. Ja, ja. Wat ja. Betekent takkie-takkie eigenlijk? Geklets. Nee, ja, dat is het denigerend. Geklets, ja. We hebben hier zeg maar geklets. John, dus, we hebben weer een John. Jij bent de directeur. Ik ben eigenlijk Johan hoor, maar Johan. Voor het gemak. Johan. Dus we Johan, ja. Johan, jij bent zo makkelijk nu met onze John de Reis niet te vermengen. Johan, jij bent directeur hier van het Fort Nieuw Amsterdam. Ja. En nu heb ik hier een kaart neergezet. Kun je eens even uitleggen waar we zijn? Doe dat eens. Ja, dan zou je een goede close-up moeten nemen. Ja, we zijn dat dus doen we. Hier in dat kleine vijfhoekje. Ja. Pentagon. En Paramaribo is hier aan de Nee, Paramaribo is helemaal aan deze kant. Ja, aan de Suriname rivier. Links. Links. Ja. En dit is de Kommerwijn rivier. Dat is de Kommerwijn rivier. En hoe ver is het nou nog naar zee? Nou, dat is een heel klein stukje hoor. Laten we het in tijd uitdrukken. Nog geen kwartier varen. Ah. In zo'n bootje. Dus daar gaan we ook een van die dagen naartoe. Ja. En dan is er hier, heel mooi, dat staat niet op deze kaart zo duidelijk. Daar is er een punt, dat is Brahms punt. Ja? Ja. Nou, dat komt van een van die eerste Engelse bezitters van Suriname. Brahm heet hij, B-A-R-I-M, Brahm. Nou, en het mooie daarvan was dat tot de 40er jaren, als er een boot aankwam, dat er hier op Brahms punt een kanon was. Ja. Dat werd dan doorgeseind naar Leiden. Ja. Redoute Leiden, want eigenlijk heeft nu Amsterdam
twee hulpfortjes. Ja. Redoute Leiden en Purmerend. Redoute noemen jullie juist, dat ook. Ja. Juist. Ja. En Purmerend. Ja. En dan werd het dan doorgezien naar Purmerend. Daar kwam er ook een kanonschot. Op Nieuw-Amsterdam ving men dat op. Dat werd dan doorgezien met een ander schot naar Jachtlus. Ja. Dat zit dan hier. En Jachtlus zeinde door naar Fort Zeelandia. En men wist dan binnen 5 minuutjes dat er een bootopkomst was. Het punt was dat Nieuw-Amsterdam tegelijk ook een quarantaine was, want je kon niet zomaar naar Paramaribo binnenkomen. Dus je moest even een paar dagen aanmeren op Nieuw-Amsterdam. En Nieuw-Amsterdam is heel lang natuurlijk een militair fort geweest. Ja. In 1906, 1907 ontmanteld, hè? Ja. Toen de Tweede Wereldoorlog nog een fort geweest. Ja. En toen een gevangenis, hè? Nee, En nee, het is een beetje ingewikkelder. Ik zag binnen boeken liggen, dat is een gevangenis, Nieuw-Amsterdam. Juist, die gevangenis, dat is heel duidelijk hier te zien. Ah ja. Dat begon in 1872. 1872 ook? Juist. Dus het was tegelijk gevangenis. En fort. En fort. Ah, ja. Nou, waarom in 1872 een gevangenis in Suriname? Dat is heel interessant. Ik wou zeggen om de mensen van de commune in Parijs hierheen te brengen, maar daar hadden wij niks mee te maken. Nee. Of misschien wel. Nee. Maar het is dezelfde gedachte eigenlijk, hoor. Nou, het punt is dat in 1863 de slavernij werd afgeschaft. Ja. En die slaven, die vrijverklaarde slaven, waren verplicht om nog 10 jaar op die plantages te blijven. Nou, eigenlijk weten we niet precies wat dat allemaal betekende. Maar dat betekende, als je dus goed bekijkt, dat die mensen nog niet echt vrij waren. En die tijd noemde men staatstoezicht. En uit oude stukken hebben we gevonden dat die mensen niet mochten gaan en staan en doen wat ze wilden. Maar eigenlijk dus toch nog een beetje slaaf. Helemaal. Helemaal? Ja, natuurlijk. Want het mooie van slaaf zijn is dat je niet mag doen en gaan wat je wil. Hè? Dat gebouw is van 1778. Die mannen moeten die planten nog eruit prikken. Nee, je hoeft niet te vertellen. Ik vind het goed. Die planten mogen van mij blijven. Oké. Okay. En het is eigenlijk een drijvend gebouw. Het is gebouwd op een vlot. Ah. Want in die tijd kon men niet te diep heien. Nou, Amsterdam weten we dat Amsterdam ook op houten palen gebouwd is. Maar het is hier allemaal blubber, want de helft van dit terrein was allemaal modderbank. En dat is een hele zachte blubber. En op een gegeven moment kon men dan voor zo'n zwaar gebouw niet voldoende diep heien. En heeft men het anders opgelost door een vlot te maken waarop die constructie gezet is. En dat betekent dat dit tegelijk een van de belangrijkere architectonische monumenten in Suriname is. Ja. Omdat we heel weinig houten gebouwen hebben. Stenen? Stenen gebouwen hebben, sorry. En die stenen komen uit Holland, neem ik aan, hè? Ja, een gedeelte, hoor. Gedeelte. Want ze hadden hier ook een steenbakkerij. Nou, Steenbakkerijstraat zegt dat. Dat zegt voldoende. Juist. En wat betekent de Domineestraat dan? Daar woonden de dominees. Dominees, juist. Zo simpel is het. Veel simpel als en Gravenstraat, daar woonden de graven. Nee, wat dan? Er werd daar werd er begraven. Werd er begraven. Ik mag hem open, hè? Ja, natuurlijk. De sleutel moet ondersteboven. Ondersteboven, dus je moet helemaal ondersteboven denken. Ondersteboven denken. Juist. Ja. Een paar keer en dan trekken. Dit is het originele slot, neem ik aan, hè? Oké, en dan hard trekken. Ja. Het geluid is echt uit een speelfilm. Ja. Nou. Dit is een beetje stroef. De bedoeling is dat we het inrichten, voor zover het kan, in een zeg maar evocatieve opstelling, zoals een arsenaal er vroeger uitzag. Met echt kruid erin? Nee. Namaakkruid? Ja. Dat is de bedoeling. Maar zullen we die jongelui even erin? Willen jullie er niet in? Ja, kom maar erin. Want ze zijn jongens van de technische school. Ja. Dus dan kunnen ze heel mooi zien. Hier doen we erin. Dit is ook interessant om te zien. In ieder geval is dit een stukje bouwkunde. Dit is dan zodanig gerestaureerd om te laten zien dat die vloer doorliep tot naar achteren. We hebben een enorm vochtig klimaat. Nou, het is een beetje moeilijk om het op de tv te ruiken. Maar we kunnen hier heel goed de schimmel ruiken. Waardoor het onmogelijk is om het kruid droog te houden. Nou, het punt is dat men aan de buitenkant van dat gebouw een pleisterlaag had
En die pleisterlaag is bij het restaureren in anno 1967 weggehaald, waardoor het gebouw weer vochtiger wordt. Nou, in plaats van dat men bijvoorbeeld die houten vloer doorgetrokken had gelaten en een grote glazen plaat of een gat in het midden had gelaten waardoor je dit kon zien, heeft men dit allemaal verwijderd. Waar deze stenen zijn, weet ik niet. Maar we kunnen nog steeds zien dat dit met heel wat kracht verwijderd is. En men heeft nog geprobeerd om een afzuigfan in te stoppen. Maar dat werkt helemaal niet. Dus het enige wat we kunnen doen is het met wat materiaal inrichten. Maar het is op zich een heel mooi gebouw. Door Nederlanders gebouwd, neem ik aan. Door Surinaamse slaven. Doordraaien. Want waarom we eigenlijk die zegels goed vinden, want als iemand wil rommelen, kan dan weten we het precies. Maar die doppen zetten jullie hier dan ook zelf op? Ja. Dus je maakt dit spul en dat sap maak je hier. Ja. En de cassave komt hier uit de tuin? Uit de tuin en vis uit de rivier. Dit is catfish. Catfish. En de tomaat komt ook van hier? Ja. Dus helemaal self-supporting. Nou ja, gunst. Ja, zoiets soort. Nou ja, gunst. Maar het voordeel dat we hier in Suriname hebben, is dat het kan. Het is een kwestie van dat het zo'n heksentoer is. En het mooie daarvan is dat eigenlijk de mens in het verleden ook zo leefde. Maar heeft niemand nu een eigen groentetuin hier in Suriname? In Paramaribo is het een probleem, maar in het district moet je een groentetuin hebben, want anders lukt het niet. Heeft iedereen zo'n beetje groentetuin? Dit cassave, dat smaakt gewoon naar friet. Ja. Alleen een beetje lekkerder is. Het zit meer smaak aan. Er zit meer smaak aan. Ja. En het voordeel van cassave is dat je per hectare, of per zeg maar geplante eenheid, meer opbrengst hebt dan rijst. Want cassave is een inheems product van Suriname. Ja. En een ander heel gek ding wat ik gezien had, bij iemand. Ja. Een cassave kennen we als een struik. Het groeit niet hoger dan, laten we zeggen, 2 meter. Mm-hmm. Maar moet je een stukje tellen. Er schijnen cassavebomen te bestaan van hoger dan 5, 6 meter. Met knorren van zeker 65 kilo. En we moeten proberen om die dingen nog ergens te planten. Want, Lekker, hè? Ja.